Kijk, Henk. Henk hadden ze een mooie custom bike gestolen. Maar na anderhalve week had hij hem weer terug en nu heeft hij een lowrider. En hij is een beetje klein. Er zijn er 70 van custom Kings. Er zijn 70 van in Nijmegen die daarmee cruisen gaan door Brabant en Kuik, overal. Cruisen, 70 kilometer per dag. En dan komen ze wel opgehaald met de trein. Maar het is wat chill. Maar deze heeft maar één versnelling. Maar hij blijft chill, man. Hij blijft chill. Kijk. Hij is alleen achter een beetje langer. Hé, hey, Henk. Maar die bevissers, die kan die ook verlengen. Die bevissers, wat die fietsen maakt. Die kan die ook langer maken, zo voor een prikkie. Even kijken waar die auto is. Nou, die auto is er niet meer. Die is al lang via die achterkant gereden. Hey, zal ik jullie eens zeggen wat er gebeurd is? Die zijn daar naar buiten gekomen. En dan zijn ze zo aan de achterkant van het radboud. Zijn ze weggereden. Ja, daarom zei ik tegen. Ga eens even kijken. Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Omdat ze die mensen maken niet willen hebben. Ja, waren bang. Ja, de backlap op de scooter. Ja, dat moet weten. Dat zijn ze sowieso ook, hoor. Leuk, als je het ziekenhuis moet. Ja, dat is een kans, hè. Hé, dat is een plek, hè. Ik moet wel gauw wezen. Maar ik kom aan deze kant op, daar. Nee, je gaat daar uit. Achter, hè. Ja, logisch hoor. Logisch. Wacht even verkeerd om. Nee, die staat goed. Wat bemoei jij je mee? Wat zei die nou? De vlak stond verkeerd om. Achterkant. Ja, de feestkapitein. IT. Henk. En opa. Hoor. Oh, ze staan er nog. Oh, ze zijn er niet weg. Hier is een editor. Henk. Ik sta hem gewoon hier, hè. Ik sta hem gewoon hier, wat is er nou daar? Oh ja. Hallo, mag ik jullie wat vragen? Komen jullie voor WA van Amsburgen? Niet? Nou, dat is een goede instelling. Die maakt het hele land naar de kloten. Hallo Teletubbies. Hallo Teletubbies. Oh, dat is lekker warm. Ah ja. Ja. Ik ben er weer aan de Wenkenbach, weg 6. Bij het mortuarium van het Radboud UMC. Stikstofvuilpunt. Ja, daar hoor ik uiteraard bij. Daar zitten ze, nou ja, wat moet ik zeggen, de net niet protesters. Nee, dat is niet erg. Ze goede jongens, ze staan maar achter nog. Ze denken dat ze hier langs komen. Ik denk dat ze erachter het rondje maken om het groene gebouw. En je zult zien, ik denk dat ik gelijk heb. Maar ik ga hier staan. Gewoon voor ze even een halve minuut. Wat harte werk om te eten. Ja, daar komen we weer. Goedemiddag. Goedemiddag. Mag ik de controle even in de tijdskaart zien? Word ik vandaag van de strafbevel? Nee hoor. Komt van de politie met artikel 8. Voordat ik bij deze tijd verwijs, is het even gelijk om stil te doen. Nou,
Dat is allemaal bullshit, dat zit tussen jullie oren. Maar ja, ik heb de politie Hartland even dat in beslag genomen. Okay. Een half jaar geleden. En toen moest ik het op de Jan Henriklaan gaan ophalen. En dan was ik een uur. Is er iets anders waar uw naam op staat? Ik heb wel een kopie ervan gemaakt. Okay, mag ik die even zien? Ja. Ja. Als u zo even stopt met ophangen van de vlag en met een kopie geeft, kunt u daarna weer verder. Ja, dat wel. Of u moet me even de postcode geven waar u zit ingeschreven, mag ook. 65-33. Dit is het. Huisnummer? 219. 219? Ja. Waar ik de postcode heb, hier. Moet u het redmeester hoor? Nog wel. En wat is uw naam? Zo, ik heb hier een kopie. Dus, Okay. Ja, dat komt hier al aan. Ja. Dank u. Kijk, hier steek ik nog lekker in de tas. Dat moet ik niet kwijtraken. Ja. Ja, heeft u nog iets van levensmiddelen in de tas? Nee. Eieren, tomaten, andere groenten? Nee. Want ik had geslapen, dus. Oei. Tasje, ja, dat is een echte, maar ik heb er zo niet. Ik heb er zo veel mee gevoerd, moet je kijken. Kijk, met nylon, visgar, allemaal. Ja, helemaal voor rappen zak. Nou, succes, man. Ja, dank je.